50 jaar geleden won hij op de Olympische Spelen in Japan het koningsnummer bij het judo. En daarmee zette hij eigenhandig de judosport in Nederland op de kaart. Anton Geesink, een gewone Utrechtse jongen uit Wijkzee. Of toch niet? In deze docu vertellen mensen die hem van dichtbij hebben gekend over deze internationale sportheld. En u ziet uniek privémateriaal. Anton Geesink, een man met een missie. Het is een krankzinnig verhaal. Het is een verhaal eigenlijk, je zou bijna zeggen, voor een film. Het was geen verrassing. Als ik tegen mijn moeder ook zei, ja, je zoon die heeft gewonnen, ja, het zou wel. Snap je? Omdat hij zo uniek was. In Tokio, in de Japanse hoofdstad, de Japanse grootste sport, die de Japanners dachten absoluut te zullen winnen met Kaminaga, dat gewonnen werd door Anton Geesink, dat was iets ongelooflijks. Ongelooflijk. Ja, wij zijn altijd verliefd gebleven. We konden niet buiten elkaar. Die kop. Nou, ik zie hem er wel in. Dat is de buurt waar die eigenlijk vandaan kwam. Hè? En dat is het enige wat er nog staat, die kerk. En dat tegenover, hè? Daar is de school ook waar wij op gezeten hebben en zo. Op 6 april 1934 wordt in de volksbuurt Wijkzee in Utrecht Antonius Johannes Geesink geboren. Tweede zoon van Johannes en Mina Geesink. Het jochie van Mien, of Die Lange, wordt hij ook wel in de wijk genoemd. De familie woont bij de Kroonstraat in het Hoffie, het Kroonhof. Nou, dat was de Kroonstraat, die liep zo. En daar zat een steegje in. Als je daarin liep, kwam je op het pleintje. En op de hoek wonen wij. Je zou het kunnen beschrijven nou als een tuinhuisje. Zo moet je zien. Het waren muurtjes met een deur erin, een raam en een dak erop. En de keuken was de bedstee. We hadden geen water, geen wc. We hadden een waterkraan in de gang. We hadden dus niks, maar ik heb nog geen honger gehad. Kijk, er was altijd een pan met eten thuis. De kleren werden altijd gemaakt. Ja. En dan, wij hadden nooit geen nieuwsbericht nodig hoor, over het weer. Wij merkten het wel als de kapstok alle jassen weg waren. Want die gingen daarmee naar boven. Voor de kou. Ja. Dat is toch prachtig hoor. Maar we waren er dolgelukkig mee. Anton is in zijn jeugd al vrij sportief. Hij hoepelt, hij voetbalt. En de buurtkinderen leren elkaar zwemmen in de Kromme Rijn. Hij kon ook alles ook. Hij kon hardlopen, hij kon zwemmen, hij kon fietsen. Ja, dat konden we allemaal natuurlijk, maar hij kon het allemaal extra goed. Extra goed, dat is echt waar. Ja. Op zijn 14e raakt Anton gefascineerd door judo. Hij ziet in de pauze van een voetbalwedstrijd in Stadion Galgenwaard een judo-demonstratie. De sport laat hem niet meer los. Judo, ja, een soort Chinees worstelen was het, hè? Dat was een Japans, hè? Maar dat Chinees was precies zelf natuurlijk. Nou, en dan gingen we erop en dan, die clubs waren niet zo groot, hoor. Die waren niet zo, we zijn nu met honderden leden, ben je gek? Ik denk dat bij Van der Horst dat we daarop zaten, dat er 40 leden waren. Maar er was ook geen jeugd, want ik was de 13, ik kwam meteen bij de senioren terecht. Er was geen jeugd. De judosport staat in Nederland nog in de kinderschoenen. De fanatieke Anton verzint zo zijn eigen trainingsmethodes. Daarnaast werkt Anton in de bouw. En ook dat helpt hem bij het sterker worden.
Uit die foto's zitten die 17, 18 jaar. Hij sliert. Maar hij slingerde toch al die klanten. Dan gaf hij toch worpen. Hij had er natuurlijk ontzettende feeling voor. Ontzettende feeling voor. En het karakter natuurlijk. Hè. Willen winnen. Hè. In 1951, als hij 17 is, doet hij mee aan zijn eerste clubkampioenschap. Net daarvoor ontmoet hij Jans Hussen. Jans en Anton kennen elkaar al uit Wijkzee. Ze zaten daar op dezelfde school. Toen kwam hij opeens in de stad, waar je als jong meisje naartoe ging op zaterdagavond, achter me aan met een vriend. Hij zegt, ik heb volgende week een feestje, zou je met me mee willen? Ik zeg tegen mijn nichtje, dat was mijn vriendin. Ik zeg, nou, wat denk jij ervan? Zal ik met hem meegaan? Ja, leuk, zus, leuke knul. Hij was toen al zo lang en groot. Nou ja, lang en dun, een leuke knul. Ik zeg, nou, dat is goed. Wacht maar op me. Laten we maar afspreken op de straatweg. Want toen woonde ik inmiddels op een adres in een andere wijk. En daar hebben we elkaar afgesproken. En toen zijn we de eerste avond samen uitgegaan op een zaterdagavond naar een feest van de judoclub. En toen was hij nog niks. Hij deed aan judo, maar hij was nog niks. Maar dat was een feest dat werd gegeven voordat de clubkampioenschappen kwamen. Die kwamen een week later. Maar we waren gelijk de eerste de beste avond al verliefd op elkaar. Nou hoor je eens van je moeder hoe vlug of het erbij was. Ja. Dus we waren al verliefd op elkaar. En dus hij vroeg 's avonds, wil je volgende week met me mee naar die clubkampioenschappen? Want dat is leuk en ik doe aan judo. En toen kreeg ik het hele verhaal te horen waar het over ging. Wat ik daar zag, dat was natuurlijk allemaal nieuw voor me. En, en toen zei hij, nou, je brengt me geluk. Want hij werd natuurlijk clubkampioen daar. Toen mocht hij meedoen aan de Nederlandse kampioenschappen. Hij zei, ik laat je niet meer los. Na die clubkampioenschappen werd hij Nederlands kampioen. En toen mocht hij naar Parijs. 30.000 toeschouwers zien hoe hij daar tweede wordt. Volgens Anton zelf had hij eerste moeten worden. Als hij Frans had gesproken, dacht hij zelf, had hij waarschijnlijk gewonnen. Want die scheidsrechters die waren Fransen, dus die deden het in Frans. Nou, moesten wij Frans vandaan houden. He? Anton gaat steeds meer trainen en zijn werk als bouwvakker neemt ook veel tijd in beslag. Maar de zaterdagavond is voor de liefde. Nou, dan gingen we naar de bioscoop, want voor meer dingen hadden we geen geld en geen tijd. En meestal gingen we ergens wat drinken en dan was het één flesje, chocomelk of er was zo'n bol flesje toen die tijd. Joy. Ja, altijd trekken Joy of zo. Joy, ja. Dus dat, en dan was het feest voorbij, maar ja, we hebben het altijd heerlijk gehad. Nadat hij verschillende Nederlandse en Europese kampioenschappen wint, wordt hij in 1956 voor het eerst uitgenodigd in Japan, het land waar de judosport is ontstaan. Hij doet daar voor het eerst mee aan de wereldkampioenschappen. Zijn familie kan er zich geen enkele voorstelling van maken. Want wij wisten toch ook niet waarover het lag, bij wijze van spreken. En zeker mijn moeder niet. Die wist nog niet eens waar het lag, man. Als ze tegen de zee, Mirna, je zoon zit in Japan, ja. Maar ze zei, maar Mirna, waar ligt dat dan? Dan zei ze altijd, toch? Die wees gewoon een richting op. Maar die wist echt niet wat lag, hoor. Dat maakte die mensen niks uit. Ik weet niet hoe dat kwam, maar dat was heel raar. Dat werd niet uitgezocht. Maar daar in die buurt waar wij opgroeiden,
Ja, daar had niemand dat daarover. Maar voor Anton is het een erg belangrijk moment. Hij wordt derde bij zijn eerste WK en dat is niet eens het belangrijkste. Hij mag namelijk in Japan meetrainen met de Japanners. Daardoor ervaart hij hoe diep de sport in de Japanse maatschappij geworteld is en leert hij hoe judo echt beoefend hoort te worden. Ja, die training was heel anders. Hier, die trainers die hij hier dan had, die lieten altijd zien wat ze zelf zo goed konden. Bijvoorbeeld een spagaat maken, wat niks met judo te maken had. Maar dat soort dingen. Dus hij zei, nee, nou weet ik hoe het hoort hoor, Jansje. zei hij dan. Er waren toen in Utrecht twee judoleraren. En die hadden het ook weer van die Fransen geleerd. Want die Fransen zijn het eerste met Japanners aangekomen. Dus die deden het weer op de manier zoals zij het van die Fransen leerden. En Anton was eigenlijk de eerste die het echt in dat Japan zelf doorlopend goed had geleerd. Anton Gesink maakte van zijn hobby zijn vak. Ook in de sportschool die hij in Utrecht oprichtte, houdt hij zijn conditie op peil. Een goede conditie is onder andere belangrijk voor zijn dagelijkse werk, als hij zijn vele jeugdige leerlingen lesgeeft in de eerste beginselen van de judosport. En alles wat hij verdiende, dat was dan dat geld wat hij van die paar leerlingen in het begin had. En daar deed het mee. Dat was één keer in de week een paardenlapje halen en een pansjude van maken. De hele week mee doen. Goed voorbeeld doet goed volgen. Dat is een van de principes die Gesink zich bij zijn opleiding van de jeugd heeft gesteld. En op hetzelfde moment, wanneer ik dus een voet sluit, haal ik hem eronder uit. Concoursreactie, waaruit. Dus we staan dus voor elkaar. Laat. Zo ging dat. Nou ja, hij was natuurlijk blij dat hij steeds kampioen werd. En dat hij hoe langer hoe meer jongens in die school kregen. Die ook, net zoals Joop Mekaai, toen hij kampioen was geworden, die zeiden in de buurt, oh, we gaan naar Anton. Dat willen wij ook doen, weet je, ook kampioen worden. Want ze wilden allemaal kampioen worden. Maar ze wisten niet dat je er heel hard voor moest werken. Ik moet ook zeggen dat hij me eigenlijk denk ik een beetje onder zijn hoede nam, hoor. Onder zijn hoede nam. En daarna de hand kwam ik dan in de A-ploeg. Een paar jaar daarna, denk ik. Maar dat waren nogal geen mannen. Gesink, Dolewaard, De Waal, Curve. Ik kan ze allemaal opnoemen. Dat waren allemaal kerels. Uit Dolewaard, dat was ook 120 kilo. Anton was niet zo zwaar voor, hoor. Die was toen was hij 114 kilo, maar toen was hij al kampioen van Huppie de Pup, van alle kanten. Nou, de hand is een stuk zwaarder geworden, maar toen niet. Hij zag het ook. Je hebt in Parijs, of in Paris Match, geloof ik, of zo'n sportblad voor Frankrijk, zien staan. Met Jans erbij en de kinderen. Op het strand van Saint-Tropez. Dat is dus net een bodybuilder. Maar bij een bodybuilder ziet het altijd zo overdreven, weet je wel. En die moet ook dat moet overdreven. Maar dat staat natuurlijk prachtig in vorm allemaal. Vroeger was hij natuurlijk jong, strong en handsome. Een prachtige man en een lieve man. In deze straat in de Domstad huist een gezin dat zich van alle andere gezinnen die er wonen onderscheidt door de werkzaamheden die de moeder en haar twee dochtertjes vrijwel dagelijks moeten verrichten. Die bijzondere taak bestaat uit het oppoetsen van de talloze bekers in alle maten en vormen die het tastbare bewijs zijn van de grandioze prestaties van vader Anton, Gesink dan. De kampioen zelf is er niet bij. Die heeft er wat anders te doen dan op deze lauweren te rusten. Elke zondagmorgen trekt hij er met zijn judovrienden op uit naar de bossen in de buurt van Utrecht om er in de buitenlucht te oefenen. Na de hand werd hij zelf trainen. Toen sliepen we in Doorn. Bij die bossen daar sliepen we dan. Met de Nederlandse ploeg. Maar die flikken ons s'nachts om 3 uur wakker. Wandelen. Nou, allemaal de kleren erin natuurlijk. En gelopen midden in de nacht. Zo. Dat vond hij allemaal wel leuk. Naast judoka is Anton ook een fervent worstelaar. Worstelen is in die tijd in tegenstelling tot judo al wel een Olympische sport. In 1960 wil Anton meedoen aan de Olympische Spelen in Rome. Hij richt zijn totale trainingsschema op dit doel. Maar omdat hij sportschoolhouder en trainer is, is hij geen amateur meer. En daarom mag hij van het Nederlands Olympisch Comité niet meedoen.
En dat zet kwaad bloed. Nee, als je hoorde hoe hij dat vertelde, van dat hij ergens trainde in Frankrijk, geloof ik. En dat hij op een gegeven ogenblik een telefoontje kreeg of hij onmiddellijk zich wilde melden bij het Nederlands Olympisch Comité in Nederland. En hij met, geloof ik, met een nachttrein er naartoe. Want hij dacht van, nou krijg ik mijn ticket voor de Olympische Spelen in Rome. En toen kreeg hij alleen het verhaal van, luister, we hebben besloten dat je niet mee mag. Nou, dat is dramatisch. En dat is toen voor hem een enorme teleurstelling geweest. Een persoonlijke teleurstelling en ook eigenlijk niet meer van deze tijd. Want de rest van de internationale Olympische sport was al lang semi-professional. Alleen wij waren in Nederland natuurlijk degene die wel heel erg de regeltjes hanteerden. En hij mocht dus niet mee. Maar Anton vecht door. Er is nog een doel. Wereldkampioen judo worden. Ofwel de oppermachtige en tot dan toe onverslagen Japanners verslaan. Vorige keer werd hij derde, maar in 1961 in Parijs wil hij winnen. En dat lukt. Een wild tumult brak los. 400 Nederlandse supporters bedolven Geesink onder een enthousiasme. Dat was echter nog niets vergeleken bij de dolle vreugde van de duizenden Utrechtenaren die hun stadgenoot twee dagen later als een held inhaalden. Een golf van gejuich spoelde de 27-jarige wereldkampioen achterna toen hij het stadhuis betrad. Anton doet het onmogelijke. Voor het eerst in de judo-geschiedenis zijn de Japanners hun wereldtitel kwijt. Mijn moeder hebben het nooit gezien. Die hebben onze nooit in de judopak gezien. Nog nooit één keer. Mijn vader wel. Die ging dan af en toe ging hij wel eens een keer kijken. Want toen kwam Nederland-Amerika. Ik kwam hier in de Irenehal. Iedereen kijkt, elke wijk zei, want er zat in het zwaargewicht zat een Japaner. Maar dat was een Amerikaan, maar een Japanse vader of een moeder, weet ik het. Dus iedereen kijken. Dus mijn vader denkt, nou ja, dan ga ik ook maar een keer kijken. Nou, we zitten daar. En Anton die kreeg, Anton die was aan de beurt. En er kan allemaal zitten. En mijn vader die vertrouwde het niet, omdat er allemaal van die dollemakers omheen zaten. Dus die kijkt nog even achterom. Of ze niks onder zijn stoel of op zijn stoel neergelegen had. En iedereen roepen, ga nou zitten. En hij gaat zitten, het was afgelopen. Had hij nog niks gezien? Die wedstrijd duurde geloof ik 10 seconden. Ja, dat was Anton, ja, dat was prachtig. En mijn vader ook. En die man, hij zei, dan ga ik een keer kijken, krijg ik nog niks. Zo vlug was dat. Anton die vond alles, maar ja, dat duurde geen 10-20 seconden. In 1964 mag hij, mede door interventie van prins Bernhard, mee naar de Olympische Spelen in het Hol van de Leeuw in Tokio, Japan. Jans is ook in Japan, maar mag niet bij Anton komen in het complex van de Olympische sporters. Ja, ik ben ook nog wel een keer in dat waar ze allemaal sliepen, dat Olympisch complex, naar binnen gekomen, want niemand mocht erin. Maar toen heb ik achterin een auto gelegen in de kofferbak. Hebben ze me naar binnen gesmokkeld. Erika Terpstra doet in 1964 ook mee aan de Olympische Spelen in Tokio. Zij is dan met haar zwemwedstrijden al klaar. De hele tribunes waren helemaal vol met vooral Japanners en verder alle eregasten en wat dan ook. Er was geen plaats voor Olympiërs. Hij komt in de finale tegen de favoriet Kaminaga. Op de dag dat Anton zijn finale moest judoën, toen gingen wij met de trein naar een klein bergdorpje. We stapten daar uit. Het was er helemaal stil. Het was echt zo'n oud Japans dorpje met van die schuifdeurtjes en zo. Echt wat ik ook zo ontzettend graag wilde. En toen werden we door een paar kinderen aan de hand meegenomen. En wij, grote stoere meiden in onze oranje trainingspak, Nederland op onze rug, naar het enige huis waar de hele bevolking zat. Namelijk, dat was het enige huis waar ze televisie hadden. De vrouwen zaten in de keuken, de mannen zaten voor de televisie op de grond. En wij mochten als eregasten, onverwachte eregasten, mochten aanschuiven bij die mannen. Probeert daar Kaminaga daar weer vergeting te pakken, zeggen, maar het mislukt. Vergeting die hem rustig afhoudt. Hij had zo zijn beste voor gedaan, zo geknokt. En hij had er zoveel voor over dat ik... Dat ik dacht, oh, ik ga niet kijken, want als hij verliest, oh god. En aan het begin van de wedstrijd werd Anton bijna geworpen. En hij wist zich nog van het tatami af te rollen.
dat moment al dachten die Japanse mannen dat hij al bijna gewonnen had. Dus ze groeiden helemaal, letterlijk, jongen. En wij schrompelden een beetje in elkaar, zo van, ach jee, daar gaat onze finale. Toen, ik durfde ook niet naar televisie te kijken, want het meisje riep steeds, Geesingstan, Geesingstan. En ik wou niet naar binnen gaan. Ik denk, oh god, als die verliest, zou ik zo erg vinden voor hem. En daar heeft Geesing hem nu te pakken. Dat wordt een houtgrip. Een houtgrip over de arm heen. Daar gaat de tijd in. En nu tellen de seconden. Maar Hofer spartelt naar Kaminaka. Houdt hem vast, Geesing. Hij heeft hem met de linkerarm om de hals. Er zijn nu 20 seconden bijna om. Trek er in de ogenblik het signaal klinken. Maar voordat de 10e minuut verstreken is, daar klinkt het signaal. En daar is Geesing winnaar. Hij heeft hem. En daar willen die Nederlanders onmiddellijk op. Nou ja, en toen kwam ze opeens eruit hollen. Geesingstander. En nou ja, toen begreep ik dat hij gewonnen had. En op een gegeven moment wint Anton. En dat is zoiets onbeschrijfelijks. Wij waren teenagers. Wij waren nog, ja, zeker geen diplomaten. Maar we voelden de rouw, het verdriet, de ontzetting was zo groot in die kamer. Het was bijna voelbaar dat wij op onze tenen, met onze schoenen in ons hand, het huis uitslopen, dwars door dat stille dorpje, aan de rand pas durfde te zeggen, yes, we hebben goud! Hij Kaminaga kreeg hij in een houtgreep, wat je daar ziet. En daarvoor was in Parijs, was hij ook kampioen, was hij wereldkampioen geworden. Toen vloog heel Nederland, die judo's die er zaten, en die vlogen die mat op. En dat wou hij niet meer hebben dat dat gebeurde, want voor de Japanners is zo'n mat helemaal heilig. Dus de scheidsrechter zegt, pon, dat is dat afgelopen is. En meteen kwam, en toen stak hij zijn hand uit en ze weg moesten. En dat heeft zo'n indruk gemaakt daar. En daar willen die Nederlanders onmiddellijk op het podium springen, maar Geesing niet is geweest. Ik geloof niet dat hij dat bedacht heeft. Maar toen dreigde te gebeuren waar hij zich de vorige keer zo voor schaamde. Toen heeft hij dat afgewend. En ik geloof dat de Japanners dat zo hebben gewaardeerd, omdat het zoveel respect voor de cultuur van de Japanners uitstraalde. Ja, prachtig, prachtig, prachtig. Ook de eerbied voor die man die op de grond lag, die verloren had. En je moet dat niet, hè? Je mag hier ook niet met schoenen oplopen. Nou, dat was natuurlijk daar nog veel erger. En dat heeft een ontzettend goede indruk gemaakt. Dat is zo respectvol. En ja, dan hou je van Anton. Nou, toen heb ik een taxi besteld en toen ben ik naar het stadion gegaan. En toen heb ik geloof ik een halve dag lopen zoeken voordat ik hem had, 's avonds laat. Dat heeft heel lang geduurd voordat ik hem gevonden had. Ja, nou ja, toen zijn we samen naar huis gegaan. Toen mocht hij weer bij me slapen. Bij de familie thuis, in het Utrechtse wijk C, wordt alles heel anders beleefd. Zijn broer is tijdens de wedstrijd gewoon aan het werk. Maar daar gingen wij gewoon het werk. Maak een radiootje bij. Om 8 uur hoorde je het. Ja, hij heeft gewonnen. Klaar. Nou, toen ging ik naar huis. Toen zat mijn moeder. Die wist helemaal niet wat het was. Die zat maar aan die gouden medaille te denken. Die dacht dat brengt veel geld op. Maar dat was voor ons heel vreemd, ja, daar wel. Die aandacht in één keer en s'avonds die hele stad vol. En toen hij thuis kwam met die huldiging en zo. Duizenden wachten daar al schouder aan schouder. De moeder van Anton en zijn jongere broer. En toen de begroeting thuis. Gefeliciteerd, jongen. Merci. Ook met een goede vliegtocht. Ja. En toen had Willy Alberti nog een plaat gemaakt van Lang Leven Anton Gees. En Johnny Hoes, Yoko Hama of zoiets. Ja. Nou, die stonden lekker mee te zingen. En Antons moeder doet braaf mee, zoals u ziet, links in uw beeld. Maak een ereboot met zijn ijzeren wil en gouden hart. Ik
tegen daar komt Anton de Grote. Anton voelde zich natuurlijk geweldig dat hij met een gouden medaille terugkwam. En ja, de wereld was één groot feest voor hem. Toen kwamen ze terug, toen hebben we een heel groot feest gehad. Bij ons in het buurthuis. Het was geen officieel buurthuis, het was het Oranjehuis. Dat was leuk, joh. Draaiorgel binnengebracht. Ja, dat was ontzettend leuk. Allemaal buurtbewoners staan, hè? Alleen buurtbewoners. Ja, dat denk ik nog met vreugde aan terug. In Utrecht wordt een straat naar hem vernoemd. En daar komt ook een nieuwe judo-school. En Anton rust niet op zijn lauweren. Judo een wereldsport maken blijft zijn missie. Toen hij gewonnen had van Kaminaga, toen is hij op een gegeven moment naar de hoofdtrainer Matsumoto. En hij zei, je moet er blij wezen dat ik gewonnen heb. Waarvoor dan? Hij zei, als weer een Japaner was gewonnen, dan was het een Japanse sport gebleven. Hij zei, nou is het een wereldsport geworden. En dat is ook zo. In 1967, op 33-jarige leeftijd, stopt hij met zijn judo-carrière. Hij is dan 21 keer Europees kampioen geweest, 3 keer wereldkampioen en 1 keer Olympisch kampioen. Maar Anton blijft zich inzetten voor de sport. Hij ontwikkelt een nieuw judo-leerplan en wordt coach van het nationale team. Daarnaast wordt hij leraar op de school voor lichamelijke opvoeding en snabbelt hij volop bij door lintjes te knippen en in allerlei reclames te verschijnen. Doe het zelf eens van Nederland. Hier is Anton Gezink met zijn karweiklare Black & Decker decoupeerzaagmachine. Kleintjes hier gauw over het hoofd. Maar voor deze krachtpatsen heb ik respect. Ik wil bolletje! Ja, wat dat betreft was hij eigenlijk te vroeg geboren. Net zoals eigenlijk Johan Cruijff ook een beetje te vroeg geboren is. Het grote geld in de sport is eigenlijk pas gekomen de laatste 20 jaar. En nu is judo sowieso niet een sport waar echt heel veel te verdienen is. Zeker niet als je Nederlander bent. Maar hij had, als hij vandaag de dag deze rol had gespeeld, had hij een riant, gezond, goed inkomen kunnen hebben halen uit zijn sport. Nu moest hij toch in het snabbelcircuit met zijn clinics en zijn judo-school, moest hij de eindjes bij elkaar knopen. Ook speelt Anton mee in een film, Samson en Delilah. Heb een keer een film toch ook gemaakt? Samson, hoor. Ja, Samson. Ja. Ja, toen had hij ook wat verdiend. En toen kocht hij het huisje, geloof ik, in Rumpt. Ja, hij Rumpt was opgeknapt worden in zo'n huisje. Tuin erbij, helemaal verwilderd. Dat het nou net toevallig Oudejaarsnacht zijn, dat het daar de gewoonte is alles wat los staat in de lingen te gooien. En bij hem hadden ze alle luiken van het huis af, zoals stukken 6 luiken, in die lingen gegooid. Politie erbij. Dus de dorpspolitieagent komt naar hem toe. Ja, de jongens hebben dit en dat. En we hebben ze te pakken. En ze nou, ik wil een pedagogische maatregel met ze. Laat de jongens die tuin maar opknappen. Maar hij hoeft het niet te doen. Pedagogische maatregel. Tot ver na de Olympische Spelen van 1964 is Anton populair in Japan. Anton blijft zich inzetten voor de sporters. En in 1989 wordt hij gevraagd door voorzitter Samaranch om in het prestigieuze Internationaal Olympisch Comité plaats te nemen. De hand om de vlag, de eet is daar. Anton Gezink krijgt nu de Olympische IOC-medaille. Als IOC-lid word je automatisch ook lid van de Nederlandse tak, het NOC. 20 jaar lang zet hij zich daarin voor de Olympische sporters. Anton was toen in de tijd al een enorme voorstander dat sportmensen zich veel meer ook bestuurlijk met de sport bemoeiden. Hij heeft er ook heel veel aan gedaan. Hij heeft de cursussen van judo heeft hij veranderd. En hij heeft echt essentiële dingen verbeterd. Ook voor de visuele beleving van judo-wedstrijden met die gekleurde pakken bijvoorbeeld.
Als NOC-lid wordt het hem niet altijd even makkelijk gemaakt. Hij kwam natuurlijk van eenvoudige komaf. Hij kwam daar in Papendal allemaal mensen tegen die wat betere, tussen aanhalingstekens, achtergronden hadden. Hij was duidelijk ook geen diplomaat. En daar deed hij ook geen moeite voor. Als hem iets niet beviel, dan zei hij dat ook. En dat kon wel eens hard zijn. Dat hij als bouwvakker in zo'n club terechtkwam, dat hebben ze hem zo misgund dat ze hem eigenlijk 20 jaar dwars hebben gezeten. En dat hij, als dat niet gebeurd was, dan was hij er misschien veel eerder mee opgehouden. Maar hij wilde natuurlijk niet verliezen van dat soort gedoe. Hij voelde zich dus wellicht niet helemaal op gelijke hoogte van die mensen. En dan heb je een extra drang om je waar te maken en om te vechten. En zeker voor het doel waar hij voor stond, de atleet. En hij wist de atleten achter zich. Ja, en misschien heeft dat nog wel te maken met het feit dat hij nog steeds voelde dat er een loer was gedraaid in 1960 toen hij niet mee mocht. Het zou best kunnen. Ik ben geen psycholoog, dus ik weet het niet, maar... In 2010, als hij nog volop bezig is met besturen en lobbyen en net weer is herkozen in het IOC, wordt hij plotseling zeer ernstig ziek. We hebben het heerlijk gehad, tot het laatste moment. En dat is echt zo geweest. Toen hij ziek was, op het laatst, een paar weken voor dat hij gestorven is, toen stond hij nog met me voor het raam. En toen zei hij nog, ik hou toch zoveel van je. En toen lag hij een half uurtje later bewusteloos naast me in de auto. Want ik had gezegd, we gaan nu naar de dokter. En nou ja. Zoiets groots en dan helemaal weggezakt. Dat is voor mij heel hard gekomen, ja. Maar dan zeggen ze wel als een mens, mag niet huilen. Maar ik ben naar huis gereden. Ik ben niet stil geweest, denk ik, vanaf Utrecht tot Den Bosch. Nee, dat vond ik verschrikkelijk. En toen was hij even, deed hij zijn ogen open. En toen zegt die verpleegster tegen hem, meneer Geesing, weet u wel wie dat is? En hij kon haast niet meer praten. Toen zei hij, ja, mijn lieve vrouw. En toen was die, toen is hij dood gegaan. In 2010 overlijdt Anton Geesink. Hij is dan 76 jaar oud. Als je zo'n figuur ziet leggen waar je zo tegen opgekeken hebt je hele leven. En je ziet hem dan zo leggen, dat is heel erg. Dat kon ik maar niet bevatten. Maar achteraf kon ik ook weer zeggen, ho even. Hij is er wel niet meer, maar we kunnen toch wel degelijk nog trots op hem blijven. Hij heeft de Fanny Blankenskoen Carrière Award gewonnen. Samen met mensen als Pieter van der Hogeband, als Fanny Blankenskoen natuurlijk, postuum zei het. En echte grootste topsporters van Nederland. En ik zou hem eigenlijk niet alleen fysiek willen uitroepen als de grootste sportman, maar ik vind hem echt... Hij heeft bijna het onmogelijke gedaan door dat Olympisch goud te winnen. En zich daarna zo te ontwikkelen als een promotor en echte stuwende kracht achter een ontwikkeling van de judo, wat de judo nodig had. Prachtig. Was een eenvoudige jongen van komaf, een voormalig stratenmaker. En die had zichzelf omhoog gewerkt via de judosport. En dat maakte hem alleen nog maar een grotere held in wezen. Het
is toch wel iets aparts als je zo'n familielid hebt. Dat blijf ik zeggen, ja. Het is heel wonderlijk ook als je alles op een rijtje zet, hè. Hoe of de wereld eigenlijk voor ons veranderde zonder dat we erger gedaan. U keek naar de documentaire Anton Geesink, man met een missie. Volgende week een Oost-Duitse vrouw die 20 jaar geleden als scholier naar Utrecht kwam en door de liefde voor goed is gebleven. We gaan met haar terug naar haar geboortestreek achter het IJzeren Gordijn in Manu en de Muur. Volgende week in Doku.